wat leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Ik ben Jamila en welkom op mijn kanaal. Vandaag een even wat andere video. Ik ga namelijk een mukbang voor jullie opnemen. Oh my god. Ik heb namelijk wat lekkers gemaakt om te gaan eten. En ik dacht, laten we een soort gewoon een tea time houden. Dus pak wat lekkers te eten of te drinken en enjoy de video. Niet een duimpje omhoog te doen en te abonneren op mijn kanaal, mocht je dat nog niet gedaan hebben. Voordat we natuurlijk gaan beginnen met eten, moet er natuurlijk eerst eten gemaakt worden. Dus ik neem jullie mee. Als allereerst ga ik natuurlijk even kijken wat ik ga eten, want ik wil even iets lekkers maken. Ik ga het even mijn koelkast in. En ik denk dat ik even lekker een eitje ga maken. Volgens mij hadden wij nog een doos eieren staan namelijk. Of niet meer. Oh jawel. Tadaa! Ik denk even dat ik lekker een scrambled egg ga maken, jongens. Als allereerst pak ik even een mok. En vervolgens 2 à 3 eieren. Maak het ei kapot. En doe hem in de mok. Of het is geen mok natuurlijk, het is een kom. Vervolgens pakken we even wat melk. En dat doen we dus bij de eieren. Dus een klein scheutje melk. Dat ga je vervolgens even kloppen. Pakken we vervolgens een klein beetje boter en zetten we het fornuis aan. Als de boter dan is gesmolten, dan pak je je kommetje erbij. Giet je dan vervolgens in de pan. Daarna pakken we even de spatel erbij. En moet je ervoor zorgen dat het ei loskomt. Of zoiets. Je kunt het lekker op een bolletje doen. Maar je kan het natuurlijk ook lekker op een boterham doen. Een stokbroodje. Whatever you want. Nou, en als je denkt het is gescrumbled genoeg. Dan doe je het vuur uit. En dan ga je het lekker naar je bord overscheppen. Nou, ik zou zeggen eet smakelijk. Ik wilde vandaag eigenlijk een vlog online zetten. Maar ik ben nog een beetje aan het stoeien met wanneer ik een vlog online wil zetten. En wanneer het handig is, wanneer het leuk is. En wat natuurlijk uitkomt ook voor mij. En daarom dat dus vandaag een andere video online komt dan een vlog. En ik heb ook namelijk een polletje op mijn Instagram gedaan. Mocht je me nog niet volgen, daar staat een linkje in de beschrijving. Ik had namelijk gevraagd aan jullie wanneer jullie het leuk vonden om een video te kijken. Of dat er een video geplaatst werd. En toen had ik of in het weekend of door de week. En de meerderheid is toch voor door de week gegaan. Ik zou even kijken hoe de stand nu is inmiddels. Oeh. Het staat 50-50. Oh my god. Moet je kijken. 50-50. Hoe moet ik nou kiezen, jongens? Keuzestress. I don't know what to do. Het staat 50-50. Jongens, ik kan geen keuzes maken. Help me. Dus wanneer zou jij graag willen dat er een nieuwe vlog online komt? Laat het eventueel weten in de reacties, want ik weet het namelijk niet zo goed. En ik had ook aan jullie gevraagd welke dag jullie dan graag zouden willen. En tot nu toe is het zaterdagochtend, maandag en dinsdag. Maandag nog een keer. Woensdag werd ook meerdere keren genoemd. En donderdag werd meerdere keren genoemd. Die staat nu bovenaan. Maar goed, ik weet het niet zo goed. Ik zit helemaal te twijfelen. Ik kan helemaal geen keuzes maken. En dan is het nu ook nog eens 50-50. Maar goed. Ik maak natuurlijk de afgelopen tijd heb ik best wel veel vlogs gemaakt. En het lijkt me namelijk ook leuk om meerdere video's te maken dan alleen maar vlogs bijvoorbeeld. En er staan wat leuke ideeën op de planning. Ik heb namelijk zo'n belafspraak met iemand leuks. Ik kan er voor nu helaas nog niet zoveel over vertellen.
En ik hoop dat het doorgaat, want het zou echt fantastisch zijn. En ik heb er in ieder geval heel veel zin in. Ik heb wat leuke plannetjes gemaakt. En ik hoop echt dat het doorgaat, want dat zou echt zo leuk zijn. Ik hou jullie op de hoogte. En als ik wat over kwijt kan, dan laat ik dat natuurlijk zeker weten. Ik heb er in ieder geval super veel zin in. Er staan hele leuke dingen op de planning. En ja, laten we hopen dat het allemaal doorgaat. Ik ben natuurlijk tegelijkertijd ook bezig nog met mijn examens en met school en stage en zo. Ik ben nu bijna klaar met mijn examens. Of nou, in ieder geval mijn normale examens. Wacht even jongens. Daar was ik weer. Ik had me toch in één keer een paper in mijn mond. Nou, dat is dan toch heftig. Maar goed, wat ik dus wilde zeggen is dat ik bijna klaar ben met mijn schoolexamens. Ze gingen eigenlijk beter dan verwacht. En ik heb één herkansing die ik moet doen. En die is aankomende vrijdag. Stress. Maar goed, ik ga mijn best doen. En meer dan mijn best kan ik niet doen. Dus laten we hopen dat het goed gaat. En ik moet natuurlijk nu ook stage lopen. En ik was begonnen aan een stage. Dat is helaas niet helemaal geworden zoals ik had gehoopt. En dat is ook helemaal niet erg. Want het kan natuurlijk niet altijd gelijk goed lopen. En ik ben gewoon echt op zoek naar een stage waar ik echt hierna mee door kan gaan. Ik ga hierna, voor nu is mijn plan om hierna niet meer te studeren. En ik heb gewoon echt iets gevonden wat ik echt heel erg leuk vind om te doen. En ik hoop mijzelf gewoon daar goed in te kunnen ontwikkelen. En ja, ik hoop gewoon daar zo graag straks mee ook aan de slag te gaan. En ik heb hiervoor natuurlijk ook stage gelopen. Dat was toen bij Married at First Sight. Echt, dat was echt zo ongelooflijk leuk. En toen ben ik er ook echt achter gekomen wat ik graag wilde doen. Want hiervoor was eigenlijk het plan. Ik heb me toch elke keer een traanoog. Anyway, hiervoor was eigenlijk het plan om... mijn allereerste plan was om na mijn opleiding in Disneyland Parijs te gaan werken. Ik moet zeg maar nu in het derde jaar, dat is mijn laatste jaar... voor de laatste periode moet ik nog stage lopen. En het idee was dan om in die periode stage te lopen in Disneyland. Maar die plannen zijn dus helemaal weggevlogen. Want ik heb dus in mijn tweede jaar moest ik ook stage lopen. En ik wist niet zo goed waar en wat ik wilde. En nou, hele zoektocht natuurlijk. En nou, toen ging ik toch nog op zoek naar een andere stage. Toen uiteindelijk ben ik bij Forst Media terechtgekomen. En daar mocht ik de productie van Married at First Sight doen. En dat was echt... Dat was zo leuk. En daar had ik eigenlijk nog nooit over nagedacht dat het zeg maar ook bij mijn opleiding paste. Want productie is eigenlijk het regelen van alles. En alles wat je op tv ziet, maar natuurlijk ook alles wat je achter de schermen ziet. En eigenlijk een evenement regelen van A tot Z. En daar had ik nooit over nagedacht, want ik doe dus evenementenorganisatie. En dat was zo leuk. En ik heb die tijd zo naar mijn zin gehad. En met zulke fijne en lieve mensen gewerkt. En ik heb echt zo'n grote ervaring opgedaan. Dat ik op dat moment gewoon besefte dat dat echt was wat ik zo graag wilde doen. En ik ben zo blij dat ik dat toen gevonden heb. Want ik had nooit verwacht dat ik dat zo leuk zou vinden. Maar goed, je hebt natuurlijk niet alleen productie bij tv. Maar je hebt ook redactie. En redactie is echt... Dat je de inhoud zeg maar, van het programma maakt. En dat je ook zeg maar, dat contact hebt zeg maar, met de mensen die je bijvoorbeeld in het programma ziet. En dat je zo die specifieke vragen stelt om dus het tv-plaatje bij elkaar te maken. Ik vind het heel lastig om uit te leggen. Maar ja, het lijkt me zo leuk dat je gewoon echt de inhoud van een programma maakt. En het lijkt me zo interessant. En net zoals met Mary kreeg ik ook de kans om daar... te kijken hoe dat ging en zo. Op dat moment is mijn interesse ook in redactie ontstaan. Het lijkt me zo tof omdat ik zeg maar al een productiestage heb gelopen. Om nu dan zeg maar de redactiekant op te gaan. Om te kijken van hey, is dit ook wat ik leuk vind? Of is dit juist helemaal niet wat ik leuk vind? Want dat kan ook nog natuurlijk. Dus ja, dat is nu waar ik mee bezig ben. En ja, het lijkt me zo tof. Het is gewoon iets waar ik heel erg in geïnteresseerd ben. En ik heb gewoon heel erg gemerkt dat... ik daar in de laatste jaren een beetje heel erg naar op zoek was. Van wat vind ik nou leuk om te doen. En ik was heel erg gefocust op Disney en theater. En wat ik ook nog steeds heel erg leuk vind. Maar in één keer was dit er. En ik had niet verwacht dat ik dit zo leuk zou vinden. En ik ben zo blij eigenlijk dat ik echt iets gevonden heb. Waar ik gewoon ja, super veel plezier uit kan halen en zo. En ja, dat is gewoon bizar leuk. Maar goed, nou dat was even mijn stagé verhaal. Daar ben ik dus nu heel druk mee bezig. En...
ja, de afgelopen 2 weken heb ik even niet kunnen vloggen. Ik heb natuurlijk nog wel een vlog klaarstaan. En die komt deze week online. En deze week ga ik ook weer vloggen. Dus daar heb ik helemaal zin in en helemaal ready voor. Maar ik wil proberen om wekelijks een video te plaatsen. Mocht dat een vlog zijn of een andere video, net zoals bijvoorbeeld een mukbang. Dan is het ook goed, weet je. Ik wil nog niet zo'n verplichting om mezelf zetten omdat ik... Ik doe het voor de fun. Ik vind het zo leuk om te doen. En ik haal er zoveel energie van uit. En net zoals wat ik net zei, dat er zoveel leuke plannen... Ja, dingen op de planning staan, daar word ik gewoon helemaal blij van. En ik kan zo niet wachten totdat ik daarmee aan de slag kan gaan. Want oh my god, ik heb er zoveel zin in. Nou jongens, waar zullen we het eens over hebben? Zeg het eens, vertel. Vertel me, wat is de gossip? Wat is de team? I wanna know. Ik moet je eerlijk zeggen, ik dacht, hoe ga ik zo lang... tegen jou praten, tegen jou hier. Hoe lang zou ik dat volhouden? Maar ik denk dat het al aardig lang is. Dus woe, jemig. En dus ga ik me dood, jongen. Die sol. Oh, ik ga zo stuk. Dit is trouwens de mok die ik van Bethany gekregen heb. Mocht je de video nog niet gezien hebben, het is mijn vorige video. Ik zal hem even linken hier beneden. Het is echt super leuk, want ik had echt allemaal leuke dingetjes van Bethany gekregen. En we hadden zeg maar een doos naar elkaar toe gestuurd, een box. En het was echt super leuk, het was echt heel erg leuk. Anyway, ik schenk nog wat melk in en ik ga de video denk ik alweer afronden. Want het was me een groot genoegen om even gezellig met jullie te lunchen. Ik zit alweer veel te lang te praten en ik vond het wel heel erg leuk om zo'n video te maken. Gewoon even wat anders dan anders. En ik heb jullie weer lekker bijgeklet. Hopelijk hebben jullie ook lekker gegeten of gedronken. En, of helemaal niet. Of gewoon geluisterd. What you want. En ja, ik hoop jullie snel weer te zien. Bedankt voor het kijken. Vergeet vooral niet te abonneren en een duimpje omhoog te geven. En mocht je op de socials zitten, die van mij staan hieronder. Mocht je het leuk vinden. En ik hoop tot heel snel bij een volgende video. Doei doei.